Hier is Arnold. En hij vindt het heerlijk om rotzooi te bestellen bij online winkels. Waarom heb je dit spul nodig, Arnie? Wil je een echte versie van Minecraft maken? Easy smeezy. Wist je dat Minecraft na Tetris het best verkochte spel ter wereld is? En de allereerste versie werd gemaakt in slechts 6 dagen. Dus, wat is beter, Minecraft of het echte leven? Het zou waarschijnlijk cool zijn als je, wanneer het leven je te moeilijk leek, een makkelijkere modus kon kiezen. Hier hoef je niet bang te zijn voor enge dingen, nog voor honger. Maar het is eigenlijk niet zo interessant. Laten we het speltype overleven kiezen. Nu moeten we handelen zoals in het echte leven. Voedsel vinden, een huis bouwen, jezelf verdedigen en ervaring opdoen. Natuurlijk is dat in het spel veel gemakkelijker. Met slechts 1 pikhouwiel kun je een boom omhakken die in de lucht hangt. Oh. En je kunt steen krijgen door het gewoon in een paar seconden te breken. Oh. Een dag duurt hier slechts 20 minuten. En zelfs je zielige pixelgezichtje kan iemands aandacht trekken. Je kunt zoveel fastfood eten als je wilt. En je wordt niet dik. Dat is een pluspunt. Je zult altijd comfortabel zijn, elk moment van het jaar. En je hoeft niet eens kleren te kopen. En je kunt een cactus in je huis gebruiken in plaats van een vuilnisbak. Die kan elk voorwerp laten verdwijnen. Als je je verveelt, kun je een schaap een andere naam geven. En het zal glinsteren in verschillende kleuren. En ja, hier kun je gewoon een schaap op straat tegenkomen. Vergeet niet, het is Minecraft. Tijd om naar huis te gaan. Oh ja, ik vergat. Het is makkelijk om je huis te laten stelen of vernietigen. Is het game over? Welkom terug in de realiteit, Arnie, mijn oude buddy. Kijk, niemand heeft je huis vernield. Maar terwijl je speelde, werd je beroofd. Doei doei, Arnold.